Mijn naam is uh, Joost Manassen en samen met mijn collega's Michael Batelaan en Dirk Egeler heb ik het boek geschreven Waarom zou ik je moeten vertrouwen? Vertrouwen is cruciaal omdat het uh, de sleutel is om uh, complexe problemen op te lossen of uh, ja, brandende ambities uh, uh, te realiseren. In onze samenwerking merkten wij het effect van vertrouwen eigenlijk al in het begin. Omdat we van het begin af aan al uh, de open dialoog met elkaar hebben gevoerd. Dus eigenlijk op tafel leggen uh, wie je bent, uh, wat je kan, wat je wil, wat je kwetsbaarheden zijn, waar je onzekerheden liggen. En als je dat in alle openheid met elkaar kan bespreken, dan kan je ook elkaar kracht uh, gebruiken en uh, elkaar flanken. En eigenlijk uh, ja, ontstaat er dan iets heel moois. Want uh, je gaat elkaar gebruiken en je gaat elkaar helpen, en je gaat elkaar in elkaar kracht zetten en je gaat elkaar dingen gunnen. En als dat gebeurt, uh, ja, dan ontstaat er iets, uh, iets heel moois. Ja, vertrouwen leidt in, in essentie tot het oplossen van, uh, van complexe problemen. En de problemen van vandaag die zijn vaak zo uh, uh, ingewikkeld en complex uh, dat er niet meer een eenduidig antwoord uh, uh, voorhanden is. Dus je bent op zoek naar nieuwe antwoorden. En uh, ja, als dat vertrouwen is met de mensen met wie je dat moet doen. Uh, dan zou je zien uh, dat er ook nieuwe perspectieven ontstaan. En vanuit die nieuwe perspectieven ontstaat ook eigenlijk een nieuw beeld en mogelijk een nieuw antwoord voor het oplossen van complexe problemen. Het boek heet Waarom zou ik je moeten vertrouwen? En het is eigenlijk een compilatie van uh, tien jaar uh, werkervaring met, uh, met verschillende organisaties. waarin we de sleutel hebben gevonden uh, hoe we het vertrouwen kunnen realiseren.